Gaan deze protesten iets uithalen? Ik vrees van niet. We hebben andere verschrikkelijke slagpartijen gezien op scholen, in disco's, et cetera. Ik ben zelf bij de Sandy Hook school geweest, waar toen 20 kinderen zijn omgekomen. En ik meen 6 leraren, dat waren nog jongere kinderen, van 9 tot 13. In dat dorpje, een keurig dorpje, waren ook mensen die zeiden van ja, jongens, geef die leraren nou gewoon wapens, dan was dit niet gebeurd. Dus het zit heel diep verankerd. Het probleem zijn een aantal redenen voor. Ten eerste is Amerika een waanzinnig groot land. Dat betekent dat je ook gebieden hebt waar nauwelijks politie is. Dus daar hebben mensen voor hun zelfverdediging een wapen, zeggen ze. Dat is punt 1. Ten tweede staat het in de grondwet, het beruchte Tweede Amendment, waarin gesteld wordt dat je wapens mag dragen. Ten derde, en misschien is dat eigenlijk wel de belangrijkste reden, is er een enorm machtige lobby van de National Rifle Association. Om je een voorbeeld te geven, die hebben 55 miljoen besteed in de laatste verkiezingscampagne om maar tegen beperkingen op wapenbezit te gaan. Ze hebben 31 miljoen aan de campagne van Trump gekregen. Dus dat Trump er nu zelfs naar neigt om misschien een heel klein beetje van de wapengekte aan te pakken, is al opzienbarend. Maar die wapenlobby is echt ongekend machtig. President Trump is wat twijfelachtig. Hij werd natuurlijk gesteund door de National Rifle Association. Maar in het verleden was hij eigenlijk ook voorstander van het beperkte aanpak van dat wapenbezit. Je moet je beseffen dat er 330 miljoen wapens in Amerika zijn. Net zoveel als inwoners. Of misschien zelfs wel meer, want dit is wat men weet. Maar Trump, ja, die draait wel meer. En die zal kijken hoe het bij de kiezer valt. Stel, die protesten houden aan. Denk je dat er dan ooit iets gaat veranderen aan die wapenwetten? Ja, maar het zal minimaal zijn. Het zal nooit zo zijn, althans voorlopig niet, dat Amerikanen hun wapens opgeven.